Dag iedereen en welkom bij een nieuwe Gamerverse vriendenboekje. Deze keer met iemand die we eigenlijk al lang moeten kennen, want je hebt hem al een paar keer zien voorbij komen. Onze Joachim van Gamerverse. Dag Joachim. Hey Thibo. Ja, de mensen hebben waarschijnlijk al een paar keer al zien voorbij komen in videoreviews, screenshots op onze Instagram-page bijvoorbeeld, of in onze Discord, geschreven reviews, artikels, natuurlijk eigenlijk van alles. Dus eigenlijk zouden we al moeten kennen. Dus dit vriendenboekje is eigenlijk long overdue. En hier gaan we jou echt leren kennen, de man achter Joachim. Dus het principe, ik stel u een aantal vragen en de bedoeling is dat je daar heel, heel kort op antwoordt. Als je te lang treuzelt, dan faal je. En dan ben je vanzelfsprekend per direct ontslagen bij Gamerverse. Dan zullen we Gamerverse moeten verlaten. Maar als je het tot een goed einde brengt dan word je vereeuwigd in ons Gamerverse vriendenboekje. Alright, no pressure. Nee, ik zal trouwens iets nieuws toepassen voor u. Dat is, je mag twee keer passen. Dus als je te lang aarzelt over iets, dan mag je zeggen pas. Je hebt dus maar twee keer passen. Goed? Oké, prima. Oké, goed. We beginnen makkelijk om op te warmen, maar dan wordt het iets diepgaander. Oké? Ça va. Let's go. Volledige naam. Joachim Lotens. Leeftijd. 31. Woonplaats. Gentbrugge. Opleiding? Communicatiewetenschappen. Kijk, dat wist ik al niet. Job? Leerkracht. Favoriete hobby naast gaming, uiteraard? Voetbal spelen. Oké. Okay. Favoriete gamingplatform of console? PlayStation. En ja, PlayStation 5. Oké. Dat zou dan toch mogen kiezen. Solo gamen of multiplayer? Als het offline is, multiplayer. Mm-hmm. Dus de couch co-op games vind ik het leukste. Oké, dat beantwoordt ook mijn volgende vraag, namelijk co-op of PvP. Ja, dus co-op. Absoluut. Favoriete genre qua games? Ik denk de avonturen games met wat puzzelplatforming in en een goed verhaal. Oké. Dus dat waren de makkelijke, nu wordt het ietsje moeilijker. Dus de eerste vraag is, als je beste vrienden zou kunnen zijn met een gamepersonage, wie zou dat personage dan zijn? Nathan Drake. Die zou ik ook genomen hebben, trouwens. Mooi. Meest gespeelde game op dit moment? Meest gespeelde? Horizon Forbidden West. Oké. Meest gespeelde game in uw hele leven? Ik denk als we ver terug gaan en alle uren optellen, Counter-Strike 1.6. Oké. Okay. Game uit je backlog die je maar blijft uitstellen? The Witcher 3. Oké, okay, ja, ik ook eigenlijk. Wat is belangrijker, een goed verhaal of goede gameplay? Ik ben fan van verhaal, kort antwoord, maar goede gameplay, anders heb je geen game natuurlijk. Ja. Oké, maar voornamelijk verhaal? Ja, ik vind het wel altijd belangrijk en fijn om mij onder te dompelen in een nieuw avontuur. Dus dat met een sterk verhaal. Oké. Technisch dan, wat is belangrijker, framerate of resolutie? Framerate. Als je voor de rest van je leven maar één game zou kunnen spelen, welke game zou je kiezen? Ik speel het heel weinig zelf, maar ik ga toch FIFA kiezen, omdat ik dat aan mijn vrienden kan spelen. Oké. Okay. Wat is de slechtste game die je ooit hebt gespeeld? Easy. Babylon's Fall. Was dat niet de eerste die je hebt gedaan voor Gamerverse ook? Een van de eerste, ja, waar ik heel enthousiast aan begonnen was. Ja. Oké. Okay. Wat is de eerste game die je ooit gespeeld hebt, of die je kan herinneren? Ik denk, sowieso een of andere Tetris op een fake Game Boy. Maar echt, als het meer game moet zijn, Rayman op de PlayStation 1, denk ik. Oké. Geschreven content of videocontent, als je het zelf maakt? Schrijven lukt me toch nog steeds iets vlotter. Dat doe ik heel graag. Oké. Instagram of TikTok? Instagram. Is Google Stadia ten dode opgeschreven? Absoluut niet. Absoluut niet, oké. Okay. Fysiek games of digitale games?
Tot voor kort zou ik altijd fysiek zeggen. Ik begin de voordelen van digitaal in te zien. Maar kort antwoord, fysiek. Oké. Okay. Beste korte game? Stray. Oké. Okay. Beste lange game? De eerste Horizon, denk ik. Oké. Okay. Platinum trofee waar je het meest trots op bent? Degene waar ik meest trots op ben, zal denk ik die van Kingdom Hearts 3 zijn, omdat die zo frustrerend lang heeft geduurd met alle minigames die erbij hoorden. Het was niet fijn, maar ja, door die lange grind ben ik er wel trots op. Oké. En voor welke achievement of welke trofee schaam je je stiekem een beetje? My name is Mayo. Oké, nee, goed nieuws, want je hebt het gehaald, het einde van het vriendenboek. Je hebt zelf niet moeten passen. Dus gefeliciteerd. Dat ging allemaal heel vlot. Super. Nu heb ik nog één vraag, namelijk welke held of heldin uit het gaming-universum verdient het om ook vereeuwigd te worden in ons Gamerverse vriendenboekje? Er zijn er ongetwijfeld veel. Maar de mensen waar ik graag eerst nog iets van zou willen horen, is van onze eigen crew eigenlijk. Mm-hmm. Ik ga er niemand specifiek uitkiezen. Ik wil van hen allemaal graag eens dit fragmentje zien. En heel benieuwd naar hun antwoorden. Oké, perfect. Gaan we doen. Goed, Joachim, bedankt. En aan alle kijkers ook natuurlijk bedankt. Vergeet niet te liken, commenten en subscriben voor meer video's. En dan zien we je heel graag terug bij volgende video of op gamerverse.be.